Yo, kijkers eens op mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe Ark Survival video hier op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En natuurlijk, het is weer maandag, dat betekent dat ik natuurlijk weer ga beginnen met nieuwe series, of nou, nieuwe serie, mijn nieuwe week, en mijn nieuwe schema gaat weer een actie. Dat houdt in dat ik weer ga arken voor jullie op de maandag, dus uh, hi jongens, ik ben weer terug in Ark, je ziet Tiro met, what the fuck? Ze hebben die wolf die ik gevangen heb, hebben ze Jobs Wiel genoemd, really? Maar goed, in ieder geval, ik ben terug naar de Ark en dit keer ben ik helemaal alleen. En uh, dat komt omdat ik uh, deze episode even met jullie wat wil bespreken. Zoals de titel al zegt en suggereert, uh, serie voor dus dan ga ik zo meteen met jullie af over hebben. Ik eerst even naar de grond, want ik zit op mijn mammoet die we de vorige keer gevangen hebben. Uh, vorige keer hebben we deze rode wolf gevangen van level 211, dus dat hadden we hartstikke goed gedaan. Met de Argentavis, dus uh, ja, het gaat allemaal hartstikke goed. Ik ga even naar boven toe. Want er zit daar een soort straal. Die straal wil ik even naartoe vliegen. Dus we moeten even een vliegende dino hebben. Even kijken. Even de argentaafjes ga ik pakketje Even pakken. Uh, even kijken. mij moet, ja, moet ik gewoon lopen omhoog. Ik kan makkelijk. What the fuck? Zit er weer iets nieuws? Iets Bobo. Bobo. Hé, hey, ze hebben een aapje gevangen, zie ik ook. En de scheid, die scheidt natuurlijk. Oké, okay, ja, goed, mooi. In ieder geval, ik ga van naar boven. Ik zat dit even uh, een, een groene straal. Die kan ik als het goed openmaken. En dat ga ik even zeker doen. Um, voor degene die ook kijken van... Huh, je klinkt anders. Uh, hopelijk klink ik wel goed nu. Want het is de eerste keer dat ik weer. Opneem sinds tijden met mijn nieuwe, mijn nieuwe, mijn oude, juist. God, ga ze open. Mijn oude uh, microfoon. Want mijn nieuwe microfoon, die. Ja, die was nogal aan het kutten sinds ik terugkwam. Terug, ik kwam terug, terug van vakantie. En ik ga met Pijotto, open. Dat was lekker snel. Uh, ik kwam terug van vakantie en uh, mijn microfoon. Mijn nieuwe, die ik had al een tijdje met uh, dingen die deden, een beetje kut. Allemaal. Dus ik heb besloten om uh, even mijn oude microfoon op te nemen. We gaan ze dicht deur. Yes, hopelijk klinkt het hartstikke goed. Hopelijk klinkt het goed genoeg. Want dan gaat het om goed genoeg. Is dat voldoende. En 5,5 is al voldoende, hè? Dus uh, hopelijk klinkt het goed genoeg. En dan ga ik nu gewoon op avontuur. En ik ga even met jullie praten over eigenlijk de serie en alles van tot nu toe. Jongens, ik ben echt super, super blij met jullie. Ik krijg zoveel liefde op de... Ik neem het gewoon mee. Zoveel liefde, we gaan vandaag even jagen op die dingetjes Zoveel liefde op deze serie ik krijg heel veel likes krijg ik erop dus uh, zeker nog een keer doen dus als je een leuke video vindt of lekker een like of hoog is voor Arkout ik krijg veel likes op mijn Ark serie uh, veel views mensen vinden het leuk ik krijg hele leuke reacties en ja dat maakt me best wel blij en happy weet je wel dat ik zo'n serie voor jullie doe en dat jullie het gewoon vet vinden. En dat draait uiteindelijk om dat jullie mijn series vet vinden. En dat ik het ook leuk vind om te spelen. Tot nu toe vind ik het hartstikke leuk. Ik ben binnenkort, wil ik echt gaan raiden binnenkort. Ik vind het echt even een vijand zoeken. Dan kunnen we gaan raiden. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik bedoel, tot nu toe alleen maar goede reacties. Nog positieve reacties. Het uh, zie je dus ook inderdaad aan de weergave. En dat maakt me hartstikke blij. En ook om die reden, omdat, ik, omdat ik deze video zo goed gaan, Heb ik dus goed nieuws. Namelijk de serie ook, wat dan met de titel ook zo heet. Serie op DDG is inderdaad dat ik... Um, oh, jullie horen op mijn Steam. <laughs> um, een serie op DDG krijg. En uh, dat is Ark. Dan ga ik weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ik ben nu weer bij episode. Volgens mij ben ik hier op episode nummer 20 bijna. En dan mag je helemaal opnieuw beginnen. Maar, maar, maar. Mijn vraag is dus aan jullie. Want als het goed is, zijn jullie ook wel bijna allemaal DDG-kijkers. Dat denk ik wel. Dus dan even weten inderdaad wat ik moet doen op DDG. Of helemaal opnieuw beginnen met een level 1-account. Of inderdaad gaan we beginnen weer op dit account. Verder ga. Met, op deze server ook, maar dan zonder dinosaurussen. Dat wil ik even weten, want kijk, het, is, het verschil is gewoon... Als ik helemaal opnieuw moet beginnen, dat is wel oké, okay, dat is te doen. Maar dan komt erop neer als ik helemaal opnieuw moet, dat ik um, helemaal niks kan bouwen. Dus ik moet weer helemaal opnieuw alles opbouwen. De, de wapentjes uh, moet ik leren, de huis leren bouwen. Dus dat soort dingen dat heb ik dan allemaal niet, weet je wel. Dus moet ik alles weer opnieuw. Of, of jullie zeggen van, hé hey deel, nee, ik wil het niet. Oké, okay, hier moet ik nog staan, dan komt dat ding naar beneden, right? Of voelt hij vanzelf? Hij komt vanzelf, denk ik. Nou goed, ga ik even mijn Argentaans vliegen? Want hij is nu boven. Maar dat wil ik even jullie weten. Dat vind ik even belangrijk om te weten. Want ik wil natuurlijk een nieuwe arc serie starten. Dus, en, uh, wat jullie willen dus. Op dit account van leveltje. Kijk hoor, ik heb zo nog niet gespeeld. Ik ben een week op vakantie geweest. Level 33. Of ik ga natuurlijk spelen op een heel nieuw account. En daar is een. Carno. Later, Carno. Nee, nee, niet landen. Opstijgen juist. Yo! Die Carno ging waar met me vechten. En ik peerde hem. Doei, Carno. <hijne> ah, 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 ah. Ik voel me zo sterk, jongen. Ik voel me zo sterk. Nou goed, in ieder geval, dat is echt wat ik eigenlijk het belangrijkste dat dus ik moest melden in deze episode. Van, hey, Dil. Wat wil ik gaan doen met die nieuwe serie? Als het goed is, komt nu Timo. Dat is een tribe member. Is nu Ark aan het spelen. Dus ik vlieg even terug naar de basis. Misschien is hij erbij en heeft hij een leuk idee wat we gaan doen voor deze video. Want het is even random opgenomen om je het echt te vertellen over de Ark-serie van DDG. En dat vind ik even belangrijk, want... joh, ik kan wel gaan gokken... En ik kan een episode maken op DLG met, uh, ja, nou, wat, wat, wat. Hopelijk vinden jullie het leuk. Dus ik heb zoiets van: nee, jullie zijn mijn kijkers, mijn kanaal. Jullie vinden het altijd hartstikke vet ark. Dus laat me even weten wat je wilt zien op DLG. Hetzelfde soort als dit gewoon, helemaal van, vanaf het begin weer. Dan kan ik dat zeker gaan doen. Want dat is hartstikke leuk, natuurlijk. Nou, goed, we gaan even lekker richting. Mijn grote vriend Timo. Als het goed zit, zit hier mijn basis. Oeh, lek, lek, lek. Ja. Ik wil Weet je, ik wil, ik wil een nieuwe partera te ontvangen. Dat gaan we doen. Ik ga tegen zeggen: Timo! Timo! Hoi. Yo, kom je even Teamspeak, jongen? Ja, Oké. Okay. Nou, ik ga even knippen dat hij op Teamspeak is. En dan gaan we even wat leuks doen. Maar laat even in ieder geval een like achter. En vertel me even meteen wat ik moet doen op DDG. Dat vind ik hartstikke chill. Tot zo meteen weer. Alright, alright, alright. Daar zijn we weer. Uh, in ARK, natuurlijk. En Timo, die we net tegenkwamen in game. Die is nu ook op Teamspeak, Hoi, timo Hoi. En jij bent op drupstick, drumstick, je uh, verliefde vogel. Ja. Hé, hey, wie de fuck heeft die wolf uh, Jobs Keriel genoemd? Ja man, ik was inspiratieloos. Oké. Okay? Oh, jij hebt het gedaan. Echt een curva. Noem hem gewoon ro rotjochie, man. We hebben zoveel moeite gedaan, eigenlijk. Vooral jullie, want ik moest toen uh, richting. Wat ging ik weer doen? Ik moest werken. <laughs> dus ik kon niet meer. Oh, fuck. Die fucking olie valt in weg. Die mammoet. Alright, hoe heet die mammoet eigenlijk? Houd je. Really? Houd je de mammoet? Zoals ik al zei, weinig inspiratie. Noem dan Manny van hoe heet het? Van uh, Ice oh, Age. God. Heb je al een vuur uitgezet het eten? God damn it. Ja, oké. Okay. Hey, maar in ieder geval. Uh, ik zei net in de video al. Jij vond het ook wel een oké okay idee. Om. Uh, waar? Gast, heb je al het vlees eruit gehaald? Ik heb niks gepakt. Oh, daar nou maar. Ik zit het verkeerd ding te kijken. <laughs> nee, maar. Uh, oh, mijn god. Wat we gaan doen, we gaan proberen een pterodon te vangen. En, want die vorige was doodgaan. Steve Jobs in de vorige episode natuurlijk. Twee episodes geleden, volgens mij, of vorige episode, weet ik niet meer. Twee episodes geleden hebben jullie uh, Steve Jobs niet doodgaan, onze uh, pateren Don. Toen wij uh, in de cave waren om op die drolvogels, drol drolkevers drol te vangen. Dus ja, helaas. Hé, hey, ik mis iemand. Ik zie hier Ketel liggen. Kit, die kleine rode. Hier ligt jullie vriend Nick. Die ligt hier, Nokkie. Dat is blank. Waar is Nick? Ik ligt volgens mij. in het dierenhok. Geen demo. Waarom de fuck gaat in die? Oké. Okay. In ieder geval, waar liggen de trank-arrows, jongen Dan wil ik even de trank-arrows of het uh, trank-pistool uh, uh, dingen hebben. Hier he? zo. Maar het okay. zijn er alleen arrows. Darts hebben we niet meer. Kun maken? Oh, we hebben geen darts meer. Eh, uh, ja, goed. doe ik wel arrows. Ik bedoel, waarom ook niet? Prima. Neem ik ook wat narcos mee, denk ik, toch? Oh ja, doe maar gewoon. Scope-attachment. Dat is ook niet helemaal gun. Kan wel, toch? Ja. Oké, okay, ik neem maar 200 narcos mee. Is wel goed, toch? Ajax. Ja, ja denk het wel, anders halen we het al meer. Oké, okay, maar wie uh, parteren het ons? Wat eten zij? Eh, uh, Vlees. vlees. Bedoel, we zouden, we zouden men, we bij mensen kunnen gaan slijmen om kibbel te vragen voor die beesten. Maar ik denk niet dat iemand dodo kibbel heeft. Uh, we gaan gewoon vragen. Yolo. Heeft er iemand kibbel? In ieder geval wat we gaan doen, we gaan eerst het beest even Nokie maken. En dan kan iemand terugvliegen altijd nog om raw meat mee te nemen of zo. Ja, precies. Oké, okay, waar willen we hem vangen? Wat ik zeg, we gaan eerst even een rondje vliegen. En dan ga je. Yeah. We, we gaan een beetje zoeken. Ga jij maar op drumstick? Ja, vriendelijke vriendje. Ik ga wel Pijotto. Hé! God Dan ga ik wel op drumstick ook goed Doeg. Dit ding is zo snel vergeleken met drumstick nou, dat weet ik. Daar, daar ligt een eentje. Maar hoe de fuck krijg je die dingen neer eigenlijk? Ja, schieten. <laughs> Vanaf terwijl de grond. Terwijl ze in de grond zitten. Kun je niet gewoon een battle met hem aangaan? Dit is een 72. Je kan wel een battle met hem aangaan, maar dat. Vermoord je bent, denk ik. Ja, gewoon nee dat hij op ons afgaat, weet je wel. We willen gewoon een beetje scouten Wacht, wacht, wacht kijken wacht, kijk, 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 kijk. wat voor levels we kunnen vinden. Wat level is dit? Deze 72. Dat is te laag, vind jij? Nou, nou, er zijn gewoon hogere. We kunnen gewoon kijken of we die kunnen vinden. Okay, en als pakken ik... we deze. Deze is hier daar nog wel. Oké, okay, ik zie daar nog eentje vliegen. Hoe de fuck jij, jij gebruikt een, een, een scope-ding? Waarom is het zo mistig, man? Denk nee, niet deze is. Oh, waarom gaat hij naar dalen? 24. Oké, okay, die hoeven ze dus helemaal niet. Dit is een. Oh, fucking insect. Oh, die haat ik het meest man. Oké, okay, we gaan dus scouten voor zo'n beest. Ja, joh. Die van 74 vind ik prima hoor, de Pterodon. Oh, hier heb je er nog een. Waar is het hier? Oh. Weer kwijt. 114 bij, maar... de, bij de rivier. Jo, kom maar aan. 114 bij de rivier. En dan ga ik even naar de rivier toe. Ik ga even op De doen. Die die is weer 24. Nee joh, die 104 is toch mooi man. Ja, 114 zelfs. Ja, waar is die? Die vliegt toch in de lucht. Hey, ik vlieg er serieus naast. Oké, okay, ik zie hier drie man, drie dingen vliegen. Wacht de fuck. Ja, het hij zit fuck... boven mij. Het is super mistig. Oh, die. Deze. Hij, gaat naar maar de grond. hij moet even niet boven het water gaan. Volgens mij gaat hij dalen. Hij gaat naar de grond. Of niet? Ja, dan pakken hem nee, meteen. Hij trolt, hij trolt, hij trolt hij ons. What the fuck, man. <laughs> Kom op, man. Dit is hem met die rooien. Ja. Oh, man. Die mist is ook super kut. Kom op als we hem nocky schieten boven het water, dan valt hij gewoon in het water en dan verdrinkt hij. We je hem één keer slaan. Met de, bedelen, met de vogel. Nou, een van. Oh, duikt, hij duikt, apen, hij duikt, hij duikt, is dat... hij duikt. Als hij me weer trollt, hè. Hij duikt. Wat gaat hij doen? Wat ga je dat nou doen? Ik ga lekker op de grond zitten. Hij is misschien land. Derpy. Ja, ja. Oh, Kom op. Oh, dit is een terror dodo. Moet je eens even snel kijken hier bij mij. Wat de fuck is dat? Dat is een nieuw beest. En wat doet hij? Oh my god, ze vallen aan. Dat is een terror dodo. Zal ik even kijken wat die, wat die doet. Of een terror bird, hoe die, oké. Nee, hij was boven de grond. Oh mijn god. Ja, maar de terror dodo het was afgeleid. What the hell, dodo? Hoppa! ik heb geschoten op de beest. Lekker dodo. Bah. <laughs> ik, wil je hem, ik wil je hem slaan. Ik heb hem geraakt, volgens mij! Of niet? Nee. Kom op! Ga nou neer! Rutvogel. Uh. Ja joh, die gaan we nooit raken van de vierban. Ah, hij moet echt landen. Ho, ho is ho is ho Hij daalt er denk ik, kapot hard. Oké, okay, kom snel, snel, snel. wel gaan op vliegen. Kom op jongens! Ik ren er naartoe, want hij staat daar hij staat gebukt. Nee, 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 blijf! blijf! Waar is hij? Blijf, what the fuck, ik schoot hem met zijn voet. Waar is hij? Ik ben bij mij! Ja, waar ben jij? Nee! Oh daar! Ja, is hij bij je? Ja, hit! Ja! Ja! Nee! Komt hij naar je toe? Godverdomme, waar Wat oh is -ie? God. Wat hij? Oh is god! Is hij is over de steen gevlogen. God damn oh, Waar is hij? Kom op man, wat is dit voor je, die stomme jacht? Dit is echt een stomme jacht. Oké. Okay. Oké, okay, daar is hij. Dat is hem toch? Hij is volgens mij helemaal lijpen aan het doen. Ja, dude. hij houdt helemaal lijpen aan het doen. Check hoe gaan. Zal ik hem gewoon één keer klappen met die Argentavis? Nou, dat ding is echt weinig af, man. <laughs> ik heb geklapt. En nu? Hij vlucht. Oh, goddammit, fuck, fuck hem. Fuck hem, we gaan gewoon een andere man. Dit is echt idioot. We hebben echt te veel tijd geweest in eentje. Die hem vlucht. Oh wacht, hij gaat overkant. Ja hij durft het Dit is een 102 hier. Waar? Die kunnen we ook wel gewoon nemen. Waar, nou waar ik nu bij vlieg. We moeten gewoon eentje en nemen. En hij is geland! Schiet hem! Schiet ze moeten. Die groene? Ja, ja, ja. Waar ik ook vlieg nu? <laughs> What the fucker! Heb ik een cel als jij in beeld? Ik heb hem! In één shot. In zijn hoofd. En hij is ook koud. Ja, ik heb hem. Oké, okay, waar ben je? gelovige vriend? Oh, we moeten nog zo'n aap vangen. Heel veel kijkers zeggen, ja, deel je moet zo'n aap vangen. Dus we gaan binnenkort ook een aapje doen. Maar oké, okay, waar is zo'n big-ass aap, of wat? Ja, Timo, waar ben je? Uh, zeg maar, over die rots heen? Ja. Kijk, waar ben jij? Uh. Maar Ik vlieg wel even met de vogel omhoog. Ik, ik, ik ben je kwijt. Ik ben gewoon hier. Ik zie je niet, man. Waar ga weer terug naar, de, naar het strand daar, waar we net waren. Ik ben ik, ben ik. Oh, oh rechts van je, rechts van je. Zie je maar? Yo, ik zie je. Hallo Oké, okay, nou goed. Uh, we gaan hem vangen. Oh man, dan gaan we weer het kutten krijgen. We moeten die beesten killen. Fuck. Is dus Drumstick een beetje sterk? Uh, drumstick is sterker okay. dan Jotto. Goed, mooi. Dan ga ik even Prime Meats verzamelen uh, voor, voor ons. Ik ga een ik ga, ik ga wolfje ik ga... pakken. Ja, ik, ga, ik ga ook een Wolf halen. Weet dat je wat, doe jij eerst dan hou ik je wel even wacht. Heb je al Narcos in hem gestopt? Nee, nee, nee. Dat komt goed. Je al die dingen bij ja. Kut. Ja, dan ga ik even snel uh, mijn wolfje halen. En dan gaan we lekker lekker weer lekker de primes verzamelen en zo, jongens. Dus uh, we zien jullie zo meteen weer als we deze chappies uh, gaan temmen. Yo wat mensen, welkom weer terug. Dit is het uh, laatste stukje. Uh, als het goed is, uh, Timo. Ben je er? Yeah. Ja. Ik ben nu in de base, want ik moest er eventjes helaas vandoor. Uh, maar ik ben terug. En als het goed is, hey hebben yeah, we hem. Hoi. Oh, wow. Uh, snel? Wow, je durft. Je vliegt echt mee yeah. boven het beest. Uh, what the fuck, Timo? Wat is dit? Pte pterodon. Pterod oh, pterodon. De don. Is hij snel? <laughs> hij is best snel ja. Oh man, dit is ga. Oh, dan heb ik weer die gigantische pik in mijn beeld. E, druk op C. Druk eens op C. C. Oké. Okay. Oh! Oh, wat cool. <laughs> hey. Alright, dus we hebben in ieder geval de pterodon. Maar mensen, maar mensen. Timo en ik willen graag voor jullie weten wat we moeten doen in de volgende afleveringen, want uh, de laatste tijd is het nogal. We uh, zijn te veel bezig met te veel dieren op. op um, Eigenlijk een dieren aan het vangen, die we niet echt nodig hebben. Ja, de man moet we wel nodig maar Maar we even weten wat we willen doen. Zeg maar welke dieren we nog moeten vangen, welke dino's wat we verder uh, eigenlijk moeten doen in de serie. Want anders gaan we gewoon, als het moet, inderdaad. Naast dat we dus op TDG opnieuw gaan, ook gewoon hier misschien weer een keertje. Een, een keertje hoor. Timo, niet ontspan, ontspan. Een keertje opnieuw. <laughs> Zoals je heb ik ook trouwens meteen die uh, Iron Gear gekregen, hoe heet het ook weer soort gear? Uh, Flak Gear. Flag Gear, of altijd mensen, de ene beste, want, uh, want er komt een nieuwe betere aan. Dat weten we, heb ik gehoord, hebben we gehoord. Dat is allemaal Gucci, allemaal Gucci, allemaal Gucci. Maar misschien gaan we binnenkort even reden. Want, 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 Timo, wat is er vanmiddag gebeurd met die yogis? Uh, nou, we weten niet het hele verhaal. Het enige wat wij mee hebben gekregen is dan dat iemand zou gereed zijn geweest offline. En die dag vanmiddag, weet je wat, laten we die gast terug gaan pakken. Nou, en er zijn natuurlijk een aantal gasten het niet mee eens, want offline reden is gewoon niet oké. Okay. Ook al heeft de tribe, die hij juist wil terugpakken, hem offline ja, Met offline raad, dat doe je hij gewoon we niet. Hij, weet, hij weet ook niet wie hem gereed heeft. Hm, dat nou, is hij, hij weet het niet precies, dat nee. is het hele Wat dus nu gebeurd dus is, is waardoor dus nu die hele beef komt, is uh, er is iemand gereed offline, en offline raten is gewoon not done. Wij waren toen ook offline raid. nou, jullie, jullie hebben toen, verteld wat er toen gebeurd was, toen hebben we die hele, hebben we hebben vier clans, hebben we toen hebben samen gewerkt, tribes, om uiteindelijk die base van hun te slopen. Offline raden is gewoon not done. Dat doen we hier gewoon niet in deze server blijkbaar. Dus dat is gewoon niet netjes. En wat is dus er gebeurd is, die gast is dus geraden, blijkbaar offline. Of misschien was hij niet offline online, maar uh, online misschien wel even van zijn Matties, weet je, dat kan altijd. Dat weet je niet. Maar in ieder ja, geval, Ik begon in één keer in de chat helemaal live te doen. Ja, we zijn offline geraden. Nu gaan we iedereen offline raiden. Ja, toen, toen werden er een paar mensen boos. Onder andere is het ook, ik ook van, nou, het is gewoon not done. Het is niet cool. Dus misschien helemaal binnenkort een raid voor jullie dit. Eindelijk. Eindelijk een keertje een raid. En ik ga geen namen noemen van die, van, die, van die klem. Maar ja, goed. Oh, daar, nou, je ziet wel praten. Hij is boos. Weet je wel, helemaal lijp wordt. Die game met Tim is het trouwens. Dus game met Tim als je video kijkt. Uh, jongen, misschien gaan we je redden Maar het is echt je eigen schuld. Want ja, je gaat niet mensen offline raiden. Dat is gewoon niet cool. Not done. Dus we bij deze, toch? Ja, precies. Nou, en even dus de wij gaan natuurlijk ook niet offline raden. Als we hier gaan raden, zorg dat je online bent. Dat laat je gewoon weten. Dat is gewoon netjes. Dat is al net zo eerlijk, ja. Ik bedoel, ons worden wij gereden zo meteen, omdat wij offline raiders zijn. Alright, ja, in precies. ieder geval. Nou, we hebben in ieder geval de Patera doen. Dus dat is chill. We hebben weer de vliegende dino. Maar laat eens even weten wat we moeten vangen de volgende keer. Wat we moeten doen in de serie. Want we hebben best wel veel shit, hebben we eigenlijk al. Ja. Kijk jullie boos, jongens. Maar uh, ja, we hebben eigenlijk veel shit al, allemaal nog niet echt. Uh, ja. We weten niet echt meer wat we verder kunnen doen. Behalve reden. Dus uh, bij deze vertel me wat we moeten doen. En dan gaan we dat zeker even doen. In de volgende episode's dus laat het me even weten. Mensen, we willen jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw lijn omhoog. Als jullie Ark heel erg leuk vinden, nog steeds op mijn kanaal. Want dat gaat hartstikke goed. En wie de fuck. Oh, hier ligt Nick. Ja. What the fuck? Bitch. <laughs> Kijk, ik heb geslagen op zijn kin. Kijk, 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 kom, kom, kom. <laughs> en recht op skin. hebben we geslagen. Zie je het rode punt? Ja, ja, ja. <laughs> Alright, in ieder geval, mensen, voor het een leuke video. Doen een blauw duimpje omhoog. zie jullie graag in de volgende video? Bedankt voor het kijken. Later was het Tot ziens. En ik zie jullie natuurlijk graag in de volgende. En. And...